Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb dat vroeger ook gedaan bij de voetbalclub. Maar gewoon niet op deze plek. Het college van de gemeente Overbetuwe heeft in een tijdelijke omgevingsvergunning hockeyclub HCOB toestemming verleend om voor een periode van 10 jaar een opblaasbare sporthal op hun terrein te plaatsen. Omwonenden zijn niet blij met de uitgekozen plek, aangezien deze op minder dan 30 meter van hun huizen af komt te staan. In het bestemmingsplan staat dat daar in de strook, zeg maar, tussen de sloot die bij ons achter ligt, de aanwonenden, en het hockeyveld, tot daar gewoon niks gebouwd mag worden. Tot er geen activiteiten mogen plaatsvinden. En dan komt daar zo in één keer een blaashal, onbeschrijfelijk. Nou, het grootste zwaar van die blaashal, dat is eigenlijk dat die zo dichtbij komt te staan, voor ons als bewoners, dat het gewoon ja, qua geluid en licht en de impact die hal heeft, hij wordt tenslotte 50 meter lang, 10 meter hoog, dat is hoger dan onze huizen zijn eigenlijk, en zo dichtbij. Dus dat is gewoon voor ons niet te doen. We zijn bewust dat het impact heeft voor de inwoners, maar we denken echt dat we alles hebben gedaan om de impact zo minimaal te laten zijn. En dit is ook nog tot stand gekomen met een zorgvuldige belangenafweging van de belangen aan de ene kant van de 1200 scholieren van het voortgezet onderwijs en van de hockeyvereniging en de omwonenden. En ik denk dat hiermee ook een heel mooi compromis tot stand is gekomen. Een vergunning voor 10 jaar, zeg maar, dat is toch haast permanent. 10 jaar is geen tijdelijkheid, vind ik. Ik vind het meer een truc om, zeg maar, om de hele omgevingsvergunning te kunnen omzeilen en dan toch voor elkaar te krijgen. Los van de tijdelijkheid van 10 jaar blijft de locatie de bewoners een doorn in het oog. De hal komt namelijk precies achter de percelen in de hoek tussen de twee huizen te staan. Een alternatieve locatie zou uitkomst kunnen bieden. We hebben met de gemeente zeker gesproken over alternatieve locaties. We hebben gezegd zelfs nog van we willen wel meedenken nog. Maar ja, als het al vaststaat en beklonken is, dan werd geen gehoor aangegeven. We hebben ook al gezegd waarom zet je niet best lang bij Spero neer. Of het middelste hockeyveld wordt ook weinig gebruikt. Zien wij zelf, zeg maar. Daar zou je hem ook neer kunnen zetten. Ja, dat was tegen dovemans oren. En begrijpt u dat de bewoners zeggen, kijk ook naar alternatieve locaties buiten deze plek? Wij begrijpen dat. Wij zijn ook bewust dat de komst van een blaashal impact heeft. Maar nogmaals, het is een tijdelijke voorziening voor een tijdelijkheid in het jaar. Dus alleen voor de wintermaanden. En nogmaals, de wet biedt daarvoor de ruimte. Ja, maar goed. En dat hebben we in Nederland zo ook met elkaar afgesproken. Ja, maar voor hen is die tijdelijkheid 10 jaar, dat vinden zij wat meer dan tijdelijk. Hè? Dat vinden zij best een lange begrijpen. Periode. Dat kan ik begrijpen. Zouden de bewoners, als ze dat willen, nog bezwaar kunnen maken? Natuurlijk. Het is voor een bezwaarvatbare beschikking. En dat is het goed recht van de omwonenden om een bezwaar in te dienen. En dan betekent dat er een rechtsgang zal plaatsvinden. Oké, en daar is de gemeente niet bang voor? Nee, want wij zijn ervan overtuigd dat deze vergunning voldoet aan alle gestelde eisen zoals we dat in Nederland met elkaar hebben afgesproken. Nou, de beste oplossing is denk ik gewoon dat ze op zoek gaan naar een andere locatie voor die hal. Kijk, ik gun het de hockeyclub van harte dat ze dus willen sporten in een hal. Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb dat vroeger ook gedaan bij de voetbalclub. Maar gewoon niet op deze plek. Federatie zal er niks anders op zitten als een advocaat in schakelen. Daar zitten we met z'n allen aan te denken. Maar liever hadden we het gewoon samen met de gemeente opgelost.